Oké, en we zijn bijna bij het pandje. We hebben oprecht iemands huis leeggekocht. Dus dat gaan we hier even allemaal neerleggen. Oké, achter mij een stoppolitie. We gaan zien wat het is. Hoi, hoi. Verkeerspolitie. Heb je een rijkentekenbewijs bij je? Yo, wat up, een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. En we staan deze mooie ochtend bij Tegeldepot. Want ik ga even iets lenen. Ik ga geen tegels halen deze keer. Nike, er komen geen tegels in, maar er komen wel meubels in. En die kan ik niet in mijn arrest vervoeren. Dus ik heb even aan Siet heel lief gevraagd of ik zijn bakwagen mag lenen. En dat mag, want we hebben die een keer helemaal vol gedaan met, of eigenlijk had Siet dat gedaan, voor met van die kleine balletjes. En dan liet ik de jongens zo lang mogelijk inzitten. Maar vandaag is hij weer leeg en kan ik hem meenemen. En ik zit even te kijken. Het is niet Siet's auto, maar hij lijkt er wel heel erg op. Is dit Enzo's auto? Heeft Enzo gewoon zijn auto hier laten staan? Ja, sowieso, want er liggen partypoppers in. Dit is Enzo's auto, what the fuck? Ja, dat past precies. Ja. Ja, stop maar. Dit is goed. Dit is goed. Goed, goed, goed. En dit zijn dus alle spullen die we hebben gekocht. We hebben een tafeltje. Nee, het is een vogelkooi. Kijk, vogelkooi. We hebben planten, we hebben een bank, we hebben stoelen, we hebben een tafel, we hebben een kleed, we hebben een lamp. We hebben echt heel veel gekocht. Ik heb oprecht iemands huis leeg gekocht. Dus dat gaan we hier even allemaal neerleggen. Het ziet er nu nog misschien een beetje raar uit, maar we hebben een bank, we hebben wat planten. De stoelen, de tafels, die komen zo hier te staan. Ja, het begint ergens op te lijken. Ik ben er wel over uit dat ik dit naar beneden zo vlak wil hebben. En dan gewoon zwart OSB. Ik heb dat gezien, dat is super mooi. Ik zag een plaatje van dus op internet gisteren en dat wil ik. Ja, dat wordt voor de aannemer een heel leuk klusje. Maar we hebben nu gewoon een chillplek, dus we kunnen hier gewoon lekker zitten. Vrijdag wordt de vloerverwarming geïnstalleerd en dan wordt het hier lekker behagelijke warmte. En zo klaar. Ik heb er zin in. Wordt leuk. Hey pap. Dankjewel. Nu even de bank testen, want we hebben hem gekocht zonder het eruit te testen. Superbank. Ja, hij zit wel oprecht gewoon. Ja. Chill. Top. Ja. Top. We gaan nu door, want we gaan namelijk een tv-meubel en een echte salontafel opbouwen. Dan met een echte kar. Met een echte kar. Achter een echte auto. Ja, niet zo'n stomme bus. Dankjewel trouwens, Riet. Voor het lenen van de bus, hij is niet stom, hij is echt wel leuk. Dankjewel. Dit is echt het allerstomste wat je kan hebben. Twee vrachtwagen. Wow, deze vrachtwagen knijtersnel. Ja, die heeft een RS-motor, geloof ik, of zo. Hoe hard mag een vrachtwagen? 90, toch? Ja, 90. Maar hij rijdt wel bijna 100. Hij is leeg, hè? Ja, maar dat mag helemaal niet, dan is hij getuned. Ja, we gaan nu in de auto, we gaan naar huis. Dan gaan we zijn auto pakken. Nee, koffie drinken. Koffie drinken, zijn auto pakken, met de car en dan de rest op aan. Zo. En we hebben de koffie. Dan gaan we verder. Gaan we even de kar ophalen. Hup, hup, hup. Hoppakee. En er staat hier een vrachtwagen. Dus we gaan over de stoep heen. Net zo makkelijk, hè. De kar is ingeladen. En we gaan weer naar huis, want het is fucking koud. En daar zijn we weer. Bij alle mooie leaseautootjes. En mooie plantjes binnen. What the? Mooie die. Kijk, toch is man. Nou, even mijn schoentjes uit. Op het kleedje. Heb je zo best een lekkere huiskamer. Oprecht, als je nu zo kijkt, het is wel gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Ja, dat kan hoor. Ja, we moeten even testen, want dat gaan we sowieso wel 100 keer doen. Maar het is best stevig. Nou, groentjespand, wij gaan weer verder. En ik ben klaar met verhuizen voor vandaag. Ik ga ook vandaag voor de rest helemaal niks meer Nijkerk doen. Want ik ga in mijn eigen auto stappen en ik rijd naar Don toe. Want Don is met Siet en ik zou vandaag eigenlijk met Siet afspreken. Maar ze gingen daar zoiets grappigs doen. Dat is hij, kom daar ook gewoon heen. Dus ik ga nu naar Don toe, daar is Lies ook. Lies ken ik via auto-events en via Danny wel. Dus gaan we gezellig met z'n allen chillen. Allemachtig zeg. Wat blijft dit een lekker kontje. Holy shit, de nieuwe Porsche 992. Als ik goed zeg, 911, 992? Ik heb geen idee. Ik ga het even opzoeken. Oh nee, kan niet, want ik zit in de auto. Mooie auto. En nu is dan de vraag, wat is een mooier kontje? Het kontje van de politie of van een 992? Die trouwens nu heel erg achterblijft nu die politie zag. Ik ben nog nooit bij Donze ouders geweest. En ik herken gelijk waar het is. Want er staat hier en een groene Lamborghini. En steeds een nieuwe auto. We hebben echt een goed groepje auto's bij elkaar. En deze kerel... Heb je elektrische ramen, gek? Zo, rookwolken. Hé, hey, maar hier moet echt een uitlaat onder. Ja, hè? Dat gaan we regelen, ja. Dikste auto nummer 1, nummer 2 en nummer 3. De stap in. Ja, deze guy heeft vandaag een date met Lies. Ging het goed? Nou, was wel gezellig. Gezoend? Nee, dat niet. Nee. Nog niet. We hebben een beetje gelopen en een fikje gestoken. Leuk. Hey, ja. Ik leg deze in jouw handen. Okay. Dit is een schietstoel voor jouw stoel. Rode knopje, ga je de lucht in. Ja, is goed. Nee. En we zijn even bij Don. En de laatste keer dat ik hier was, zag hij er heel anders uit. Holy shit, hé. Klein verschilletje. Klein beetje.
maar. Hoi, yo. Vuurwerk is een fuck. Dit is zo veel minder spectaculair dan je dacht. Jij hebt iets wat ik wil. De nieuwe camera. Vriendin, nee. Oh. Nee, gast. Kijk, jij had deze ook toch? Ja, dat is als ik. Deze kan alleen zo. Ja, niet, ja mijne kan draaien. Ja, je kan jezelf zien. Kijk, mag ik eens mezelf zien? Oh, doe maar niet. We staan echt al voor de derde keer bij een afgesloten weg. En we hebben nu geen idee hoe we ergens komen. Het is echt één hele lange route. Nee, je moet even dat filmen. Thanks. Ja, de tweede, ik kan er ook niks aan doen. Dit doet Maps. Oké, achter mij een stoppolitie. We gaan zien wat het is. Hoi, hoi. Verkeerspolitie, heb jij een rijkentekenbewijs bij je? Ja. Is de auto van u? Ja. Okay. Het EDW geeft bij mij een hele andere kleur dan dit. Ja, hij is gerapt. Nou, dan moet je hem wel laten aanpassen bij het EDW natuurlijk. Moet dat? Jazeker, je kunt niet zomaar met een andere kleur auto gaan rijden. Er hangt wel een bekeuring aan vast namelijk. Hey, het volgende, in de tunnel. Ja. Ja, een vriend van me reed naast me, die vond het leuk met zijn kids. Dus. Maar wij vinden het niet leuk. Sorry, ik snap dat het niet mag. Weet je dan, wat heb je op het dak zitten? Huh? Oh, dat is voor shows. Wat doet dat dan? Ja, mag ik het laten horen of krijg ik dan een boete daarvoor? Nee, laat me horen. Ja? Ik zou je oren dicht houden. Wil je de lamp ook nog zien? Even kijken. Mooi, hè? Dan kan je hem verschillende standjes zetten. En, mooi, ja. Mooi, hè? Ja, toen ik 14 was, vond ik dat super mooi inderdaad. Het gaat een lange dag worden. Hij kende me. Zijn zoon kende me. Ik ging met zijn zoon FaceTimes. Vind het helemaal geweldig. Maar hij moest mij puur in je motor kan kijken, omdat ik gewoon even naar die motor wou kijken van die auto. Hij had met zijn privé-telefoon volgens mij foto's gemaakt. Ja. En toen, oh, dat was de verkeerde telefoon. Toen heeft hij met zijn werktelefoon foto's van mijn auto gemaakt. Ze moesten alles checken en ik krijg nu een boete. Omdat mijn auto groen is in plaats van fucking grijs. Het is echt een boete ook. Ja, ze zijn nu. Ja, volgens mij geluidsoverlast ook. Nee, ik reed een keer netjes en dan word ik staande gehouden. Ja. Fucking kut. We zitten inmiddels al een dik half uur te wachten. En ze zijn nog steeds boetes aan het schrijven. Ze zijn nog steeds allebei heel moeilijk aan het kijken. Dus ik ben benieuwd of ze nou echt veel boetes aan het schrijven zijn. Of wat ze nou aan het doen zijn. Want het duurt echt zo. Oh, ze zijn aan het lachen, knikken naar elkaar. Ja, leuk hè. Ja, we geven een boete. Gelukt. Hey, je bent niet aan het worden verplicht over die kleur. Hoor je daar nog wat over verklaren? Ja. Vind je mooi? Nee. Ja, maar jij wel natuurlijk. Want Jan doet het niet. Nee, ik heb hem dus niet zelf gedaan. Het heeft een vriend van me voor me gedaan. Ook al. Jij bent ja. Ja, leuk hè? Ja. Ik wist het niet. Het is gratis. Ik heb net even gegoogeld. Het is gratis om het om te keuren. Een nieuw ding aan te vragen. Dus het is niet onwilligheid. Het is gewoon echt niet weten. Maar dus je ja. Je hebt het gegoogeld. Je weet hoe het werkt. Ja, dus ik ga het doen. Maar ja, het is gewoon stom. Verder heb ik niet. Nou, jij gaat regelen dat die netjes gekleurd, in ieder geval op kleur komt te staan met ja. Kentekenpapieren. En dan super. Ja, hoe boete dan? Hoe, 250 euro. Jezus. Ja. Ook wel. Heel eerlijk, ik vind het een beetje stom dat het voor zoiets, dat het niet een waarschuwing is. Ik snap het is je werk, maar... Los van het feit, hè? Weet je, we hebben je net aangesproken over. Ja, nee, kijk, dan had je me voor geluidsoverlast gegeven. Dus ik snap dat je mij de boete geeft. Maar ik denk voor andere mensen, als het alleen de rap is... Zou die normaal een waarschuwing geven? Nee, gaat het altijd gelijk naar boete? Ja. Misschien mag ik dat niet vragen, maar vinden jullie het oprecht eerlijk als iemand niet weet dat hij zijn auto om moet keuren om hem een boete van 250 euro te geven? Terwijl als je tegen mij zegt, doe dat nu, ik had het nu in de auto gedaan en ik had hem opnieuw aangevraagd. Maar het is gewoon onwetendheid. Je gaat nu dingen aan ons vragen in verband met je camera aanstaan. Nou, dit knip ik al bij, dat maakt niet uit. Dit is gewoon een vraag dat voor... Zeg, ja, dat kunnen wij niet controleren. Hier, dan zet ik hem uit. Oké, en we zijn weer onderweg. Ik weet niet of ik met mijn camera in mijn hand mag rijden, maar dat doen we lekker wel. Ik heb een boete gekregen, 250 euro, omdat mijn kleur dus anders was. Dus ik moet het om laten keuren en anders krijg ik volgende keer weer een boete van 250 euro. Ja, maar kut. Ik dacht, ze kunnen hem nergens op pakken, maar blijkbaar is het toch wat. Ewa! Nee, ik heb wel een boete. Ik heb jou zo hard gesaved, hè. Want deze kerel liep te bellen, ze hadden hem een stopteken gegeven, toen kwam ik voorbij. Toen ging ze achter mij aan in plaats van achter jou. Ik reed door. Ja. Ja, zo je Peugeotje. Je voelt je beter in een Peugeot, hè? Ja, je voelt je lekkerder in een Peugeot. Ah, jongens. En Danny is sushi bezorgd geworden om te kunnen rijden in zijn Lambo. Oh, joh, dus oprecht best zwaar, what the fuck? Zoiets, jongen. Die kerel heeft honger. We eten eigenlijk met 5 mensen en 2 kinderen en we hebben zoveel eten. Gast, jij eet er 6 en je bent vol. Klaar met eten en we gaan gamen. Je bent dood, Lies. Ik wed dat Lies weer dood is voordat ze een kill maakt. Wedden? Ja! Ik zet de camera weer aan. Nee, ik had een triple kill eerst in de camera. Jij had oprecht 3 keer achter elkaar een triple kill.
En ik zet de camera aan en ze gaat dood. Okay. Lies gaat even laten zien dat ze het wel soms kan. Oh. Ja. Kijk, Boas is gewoon zijn eerste keer Call of Duty aan het doen. Ja, hey, ik ga gewoon... Hij is gewoon beter dan Lies. Nee, dat is niet waar. Eerlijk. Nee, ik had gewoon even een slecht stukje gefilmd. Hij is net bij de dag. Kijk hier. Oh, hey. Ja, en deze gaan binnenkort ook weer eventjes in rijden. Hij zet hem ook gewoon buiten, what the fuck? Ja, dat is wel een beetje raar, hè? Dat is een beetje raar, heeft hier gewoon een garagebox? Hey Danny, heb ik hier zo'n dingetje? Heb je nog nooit in een normale of automaat gereden? Nee. Ja, je vraagt of je in mijn auto mag rijden. Ja, je rijdt in Rolls Royces, in Lambo's en je hebt geen idee hoe dit werkt. Nee. Oké, ik zou uitleggen, dit is een normale automaat. Ja, dat is misschien normaal. Dan heb je hier een P. Nee, je moet wel gewoon schakelen. Schakelen? Ja, nou ja, nu is hij geparkeerd. Ja, en dan heb je een R. Ja. Weet je wat het is? Nee. Achteruit, vooruit, waarschijnlijk. Bewegen. Gas mee. Oké, wacht. Ik ga. R, reverse. Achteruit. Oké, achteruit, ja. N is. Vooruit. Nee, nee. N is. Weet ik niet. Neutraal. Oh ja, oké. D is. Ik veel. Wat maakt het uit? Nou, maakt het uit. Het maakt uit welke kant je oprijdt. Ja, gewoon recht naar achter even. Recht, 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 recht. En nu een beetje sturen. Nee, je gaat niet recht. Je wielen staan schuin. Ja, nou, recht naar achter nu. Drie kwartier verder, maar we zijn buiten. Ging in één keer goed, toch? Nou, hè? Nou, hè? Het blijft mooi dat iedereen gewoon altijd blij wordt van deze auto. Ja. Ik weet niet wat jij doet, maar woon jij in een kerk, of? Nee, maar ik woon in de kosterswoning. Echt? Ja. Oh, ik maakte echt een grapje, maar... En volgens mij is de auto ook nog heel, dus dat is fijn. En het is inmiddels ook al 1:15. We hebben echt veel te lang lopen gamen bij Danny. Ja, ik ben nu waarschijnlijk om 2:00 thuis of zo. En morgen om 9:00 dan heb ik mijn eerste afspraak weer. Naar school morgen. Dus dat wordt leuk. Ja, hoe lang moet jij naar school? Nou, 9:00. Hey, hetzelfde schuitje. Ja, kijk, hier zijn we achtergekomen. We hebben allebei... We kennen niemand, maar we hebben allebei zo'n rare duim. Het is echt waar je trots op bent, hè? Tom die had haar opgehaald, want die ging eigenlijk wat met haar opnemen. Maar ja, ik ken Danny, dus ik ging met haar bij Danny chillen. Ja, en toen was het laat en toen dacht ik, kut, ik moet je dan naar huis brengen. Dus ik moet nu nog 55 minuten naar huis. Mijn timer staat om 2:15 thuis zijn, dus ik slaap pas om 2:30. Zo'n domme keuze weer, zo'n domme keuze. Ja, wat vond je deze video leuk? Doe naar mijn hoofd, voetje, benijk, als je leuk, subscribe even. En dan zie ik je morgen om 2:00 bij een nieuwe video. Doei!